Een ijzige noordoosterstorm die de nog in het oude jaar gevallen sneeuw hoog het nieuwe jaar inblies, heeft grote delen van ons land in enkele uren tijds veranderd in een poollandschap, waarin de weggebruikers op vele plaatsen geconfronteerd werden met de vraag: hoe kom ik van deze koude kermis thuis? Wie de waarschuwingen in de wind sloegen, en dat waren er nogal wat, kwamen soms plotseling voor het einde van de wereld te staan. In Noord-Holland werd de aflevering van de melk hier en daar ernstig bemoeilijkt en soms zelfs onmogelijk. De veehouders van het voormalige eiland Marken moesten de melk over het ijs van de Gouwzee per slede naar Monnikendam brengen, omdat de dijk naar het eiland onbegaanbaar was geworden. Met levensmiddelen keerden ze langs dezelfde weg tegen de koude wind in terug. Een tocht die niet zonder gevaar was. Verder naar het noorden joeg de storm de sneeuw in grote massa's over de afsluitdijk. Hier werd de dijk gesloten op 28 mei 1932 en op 3 januari 1963. Voor het verkeer werd zij zo waarlijk een afsluitdijk. Ook de belangrijke hoofdweg van Amsterdam naar Utrecht kon enkele dagen niet gebruikt worden. Maar bij al deze misère waren er toch ook lichtpuntjes, vooral voor de sportliefhebbers. Zij behoefden niet speciaal naar de wintersportcentra te reizen, maar konden in eigen land naar hartelust skiën en vallen en sleetje rijden. Wie niet noodzakelijk de straat op moest, bleef thuis. Maar er waren ook fietsers die voor hun plezier de koude en de sneeuw opzochten. Zoals de wielrenners die in het Amsterdamse bos mee reden, maar meer nog mee liepen in de door Olympia georganiseerde veldrit over 24 kilometer. Meer dan drie kwartier zwoegden de mannen zich warm in deze wielercross die gewonnen werd door Marcel Rutten uit Haarlemmerlieden. De bittere kou speelde in Groningen de schaatsenrijdersparten die deelnamen aan de nationale langebaankampioenschappen. Ook moesten ze het praktisch zonder publiek stellen. Maar Rudy Liebrechts had geen toeschouwers nodig. De paar die er waren zagen hoe hij in grootste stijl drie van de vier afstanden won. De vorst die Rudy Liebrechts aan het Nederlands kampioenschap hielp, bezorgde de scheepvaart op de grote rivieren veel hinder. Alleen grotere schepen konden zich nog handhaven. Maar de kleinere moesten een vluchthaven opzoeken, waar ze, voor hoe lang weet niemand, vastvroren in het ijs. Op vele kanalen kwam de scheepvaart volledig stil te liggen. Zoals altijd hadden ook de watervogels het weer zeer moeilijk, maar dierenvrienden hielpen waar ze konden. Het edelwild in de natuurreservaten, zoals op de Hoge Veluwe, kreeg weer bijvoeding van bieten, nu het onder de dikke en bevroren sneeuwlaag zelf onvoldoende voedsel kon vinden. En het legde veel van zijn schuwheid af. Maar één wild zwijntje kan een hele roedel herten op de vlucht jagen. Talloze vluchten maakte de luchtmacht van de basis Leeuwarden af naar de eilanden Ameland en Schiermonnikoog, die van de buitenwereld afgesneden raakten nadat de Waddenzee was dichtgevroren en er geen bootverbinding meer mogelijk was. Schiermonnikoog, met een dikke sneeuwlaag bedekt, had een vliegveldje geïmproviseerd op het hardbevroren strand, waar de eenmotorige beavers zonder gevaar konden landen en opstijgen. Vanzelfsprekend bestond er veel belangstelling voor dit miniatuurvliegverkeer, waarmee de luchtmacht het isolement van de eilanden doorbrak. De luchtreuzen van de thans veelbesproken KLM en van andere maatschappijen vonden op Schiphol over het algemeen een veilige haven voor start en landing. Die faciliteiten kon Schiphol vooral verlenen dankzij haar machtige sneeuwruimer, die Waterstaat dan ook prompt te leen vroeg om de weg Amsterdam-Utrecht te helpen vrijmaken.
De mannen van Rijkswaterstaat en de opruimingsploegen van provincie en gemeente hebben in deze barre dagen een bovenmenselijke prestatie geleverd. Met pekel en zand, met klein gereedschap en met groot materieel hebben zij ervoor gezorgd dat Nederland wat het verkeer betreft in ieder geval in beweging kan blijven.